Hi mensen, voordat we deze aflevering induiken man, we hebben echt even goed nieuws. Want Wifood is jarig in de mei maand. Knetterziek. Krachtvoer. Vegan banaan. Fudge. Brownie. Allemaal krachtvoer mensen. En natuurlijk ook de krachtvoerreep. Die zijn ook knetterziek. Wifood is jarig in de mei maand. En die viert het door 20% korting te geven met mijn code in plaats van 10%. Dus ben je Wifood gekkie net zoals ik? Wil je Wifood proberen? Dan is dit het moment om dus met dikke vette korting je Wifood te halen. Of gewoon even misschien een dikke voorraad in te stekken. Want dit is wel een van de laatste keren dat weer de code 20% staat in plaats van 10. Dus maak er gebruik van zou ik zeggen. Voor de mensen die Wifood niet kennen, het is een smartfood in een flesje. Letterlijk een paar keer schudden. Je draait hem open en je hebt een hele maaltijd. 26 vitamine, mineralen, 500 calorieën. En je knetter veel. Hij wetten! Dus met code Jamesy-YouTube krijg jij 20% korting op het gehele assortiment. En klik even op het linkje in de beschrijving. Dankjewel Wifood voor het sponsoren. Maak er gebruik van dit weekend. Vanaf vandaag tot en met zondag is het gaande. Dus let's go. Ik moet even snel doorragen man. Ik zit midden in mijn reet nog. We gaan verder met de soak. Oh wacht, laat ik wel meteen even een deerdon uitgooien nog erbij man. Oh, we zitten ook gewoon diep in de reet, jongen. En die krachtvoertjes, die blijven maar komen, man. Oh, krachtvoer. Ik zit het krachtvoer in mijn val te zoeken. Haha, wat kut. Ik zit letterlijk krachtvoer in mijn val te zoeken. Dat is niet hoe het werkt. Oh, wat een scuffe dit, ouwe. Nou goed, ik heb krachtvoer hier voor me staan, natuurlijk, hè. Ja. Even die 500 calorieën erin pompen. Die 26 vitamine mineralen kan ik ook al gebruiken. Maar vooral die eiwitten, mensen. Ik heb wel heel hard zitten klimmen. Kan ik er wel even gebruiken, die eiwitten. En zo is dat. Right. Dit is de goede golem. We lopen weer de bezem, man. We gaan even kijken. Of we even door kunnen breken. Want volgens mij, we kunnen bijna al tegen de muur aan klimmen, man. Ik heb wel genoeg C4 om binnen te breken, nou. 100%. Hey, welke turret schiet er nou überhaupt nog? Ik moet niet dadelijk van die random verrassingen hebben, weet je wel. Dat zou wel fucked up zijn. Deze draak, die stond er. Stond hij er al, deze draak? Ik weet niet, man. Of is hij erbij gezet? Ik durf het niet te zeggen. Hij lijkt damage, maar of het is gewoon de lightning natuurlijk. Dat zou ook kunnen. Ja, dit is maar één turret die nou schiet, of niet dan? Oké, nou schiet er al meer turrets, hè? Ja, dit is beter. Dit schiet tenminste op, man. Nou is wel de vraag, staan al die dino's hier op pesten, of niet? Want dat was ook wel een ding. Ik weet niet of ik die kant helemaal op kan lopen, want... Ja, je moet maar gewoon even geduld hebben, man. Zolang ik hier veilig sta... Zolang niemand iets komt doen. Een zandneef, die ben ik best vaak tegengekomen al. Maar is hij nou gewoon niet thuis of zo? Ik vind het raar, man. Ik vertrouw het ook niet helemaal. Volgens mij is het al bijna leeg, man. Dat schiet al niet meer. Er schiet nog eentje. Twee. Nee, meerdere, man. Waar komen al die gunshots nou vandaan, man? Even serieus. Oh, niet draaien. Nou schiet er in één keer heel veel meer. Oh, er staan er een aantal op het dak. Op platte dak te schieten. Oh, die zijn vervelend, man. Die zijn vervelend. Ja, nu we toch hier staan, nog even een slokje Wifood. Check echt even die actie uit, mensen. Wifood, 40 verjaardag aan mij. Oh, maak er gebruik van. Goedkoper ga je het echt niet krijgen. Geloof me. Hou ik er nog even vol, hier. Ik heb nog 9k AP. Ik ben ook echt heel erg geneigd om er gewoon heen te rennen en te boomen, man. Alleen die Morella tops die staat hier weer net naar of zo. Er zitten best veel kogels in, man. Even serieus. Ze moeten even geheeld worden, de golems. Ik heb er maar twee bij als het goed is. Ze zijn allebei bijna dood nou. De Deerdons hebben uitgegooid, dus dat komt wel goed. Vleesnatser, dit is jouw moment. Ik ben ook wel blij hoe ik dit heb aangepakt, dit gedeelte hier. Oh, dat gaat best snel, man. Oh, dat gaat echt heel snel. What the fuck? Hoeveel vlees heb ik? Oh, ja. Dat gaat wel even door zo. Oh, super OP man, zolang die Deerdons gewoon vol mijn voet houden, dan kan ik zo makkelijk beestjes reden man, holy shit. Er gaat echt een wereld voor me open nou, gek. Ja, dat moet wel goed genoeg zijn man. We gaan snel verder. Nou is de vraag, neem ik vast even een paar C4 mee om even binnen te komen? Niks schiet op mij, huh? Ik vertrouw er geen hond van jongen, even serieus. Ook even kijken of de draken überhaupt op passive staan of... En beam? Ja, het zijn keihard op passive ook man. God damn! Ja, dat ik mezelf tegen de muur aan kan kleven. Dan kan ik gewoon naar binnen toe de generator uitzetten. Dan kan het goed zijn dat er binnen ook nog turrets staan natuurlijk. Oh, nou schieten ze wel weer. Zou ik het hier gewoon even volhouden? Kan ik hier afstappen? Als ik bier heb, kan ik er sowieso afstappen, man. Dan 100%. Ik heb mijn bier nog niet bij. Die heb ik nog in mijn kluis zitten, man. Oh.
Is dat leeg? Ja, is? Nee? Ja, was gewoon leeg. Ik weet niet, man. Maar volgens mij moet al lukken, man. Oké, ik ben afgestapt. Oh, ja, nog niet helemaal. Misschien als ik op de grond sta, dat wel gaat, man. Oh, daar gaan mijn leggings. Nee, in één keer schiet veel meer om. Ik snap er echt niks van. Nou, laat ik even een kitje pakken en bier. Dan moeten we lukken, man. Ik vind het wel heel relaxed dat deze raid echt aan het uiterste einde van de woestijn is. Want niemand die valt je lastig hier. Het is echt zo relaxed, man. Geen andere draken die er voorbij komen vliegen. De eigenaar van de huizen die is thuis, man. Wat een rust en vrede hier gewoon. Alleen ik heb wel steeds het gevoel dat de turrets bijgevuld worden of zo. Kan dat kloppen? Ja, dat is eigenlijk ook raar als dat gebeurt. Ja, man. Nou, zal ik gewoon een biertje poppen en gaan? Ik ga het gewoon doen, man. Fuck it. Ik hoor zoveel slakken hier ook, jongen. Oh, daar, vandaar die lijk natuurlijk hier. Oh, dat is niet normaal, man. Oké, ik ga hier één hoek eruit blaffen. Meem. De hoek is eruit hier. Maat. Oh, nee, hij is nog niet uit. Nou, er is wel wreckage, man. Wat heb ik gesloopt hier? Adobe Foundation. Wacht eens even. Bro, kijk die hoeveelheid aan Argentina's hier, man. Zo. Ik heb nog niks gekild, of wel? Dat is voor gamma. En hier heb ik wel een vault. Kan erin. Wojo, hey, wojo! What the fuck? Easy profit. Oh, mijn Black Wader, man. Fucking Black Wader, dat is een steen. Ja, die pearls vind ik wel belangrijker dan steen eigenlijk, man. Kan niet liggen. Die fiber ook bijvoorbeeld, die kan weg. Ik heb op zich wel steen nodig, hoor, daar niet van. Kijk hier, jongen, what the fuck, man. What the fuck? Ik moet even binnen zien te komen, man. Oké, nou is er iets dood van de dino's. Dit is gevaarlijk. Er staat zo, ik kan het allemaal claimen, man. Wat is er van mega? Wat is er nou, joh? Zoveel. Oh my god, kan ik hier omhoog komen of zo? Mogelijk. Ik zoek even Jenny, man. Ik zie iets. Deze wil ik even opblazen hier. Er ligt zoveel maat. Al die cementing paste hier, man. Bro, dit is niet normaal, man. Wat is er nou? Ja, dit is de kracht van de krachtvoer, mensen. Van de turret zie je? Ik zie niks. Oh, er staat flinke turret hier. Oh mijn god, er staat flinke turret hier, gast. En ik zie daar de Jenny. Oh, daar ligt iemand. Oh, die slaapt. Kut. Oh, jee. Oh, hey, dino's. Man, tussen. Ja, ja. Tia's, Tia's. Spring aan. Oh, die ene turret hier, dat is al naar, man. Ik ga niet liegen. En mijn broek is kapot. Kut. Ik heb geen broek meer bij. Ai, 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 Kurwa. Ik heb nog wel healing, gelukkig. Oh, gek. Kijk hier, man. Kan ik hier niet even een dino uitgooien? Hier binnen gewoon. Dat is wel ziek, man. Dan kan hij misschien even tanken. Zodat ik die Jenny uit kan zetten, man. Spring aan. Oh, zoveel loot, man. Ook al die Argentina's weer, gast. Artepleura's, heel relaxed. Bastelosaurus 206, maat. Kijk. Gewoon even deze uitgooien. Ja, daar staat die Jenny, man. Die is zo makkelijk uitgezet. Nee, ik kan niet gewoon een Wyvern even uitgooien. Ik veel mijn line of sight, man. Hij ligt te tukken in zijn basis. Maar ik heb hem vandaag nog gewoon rond zien vliegen in de woestijn, man. Die zandneef. Unlucky. Very, very unlucky. Deze 256 Wyverns ook. 281 dingen, man. Yo. Maat, ik heb de Jenny uit, man. Maar ze geven geen fuck. Ik heb de Jenny uit, maar ze geven geen fuck. Nee, deze schiet gewoon deze gek. Ja, er zal nog wel een midmolen of zo buiten staan, man. C4 heb ik hier nog. Een hele goede dingen nog. 50 foundations. Heel veel pillars, what the fuck. Oké, ik moet even een run gaan. Fuck it. Wegwezen. Oké. I mean, dit is allemaal goed te doen hoor, daar niet van. Maar dit... Jezus, wat een fest hier, man. Oké, ik ga snel even de loot terugleggen die ik nou wel al heb. What the fuck, man. We hebben al een vet proffen, man. We gaan deze sowieso gewoon leeg plukken, 100%. Maar je moet even een raketwerper hebben, man. Kijk, we zitten al vol, man. Ah, damn. Oké, dan moet ik vast even in de Wyvern wat spullen doen. Oké, vlak. Ik neem een vlak kitje mee. 1, 2, 1, 2 en 1, 2. En ons goede nog. 1, 2. Nice. Man, dan gaan we weer. Heb ik hier de C4 in liggen of zo? Ja.
Alright, check, check. Let's go, man. Oké, okay, we gaan erin, gek. Oh, au, 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 au. Kut, 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 kut. Nou, Paul van Zegen, man. Ik pop een biertje en... Boah, dat is niet normaal hoeveel je staat, man. Dat is echt... Ja, dat is echt niet grappig. Dit moet ook allemaal geclaimd worden nog, man. Maar joh, wat is er nou, joh? Hoezo zoveel? Nou, ik pop mijn bier. Ik ga ervoor, man. Even die turret opblazen. Maar ik heb ook zoveel lag hierdoor. Ga, boom. 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 Is kapot? Hij is kapot. Oké, hè. Rust en vrede nou. Chill. Chill, 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 chill. Wat zit er in zijn body? Een dead essence van een doody. En voor de rest zit er ook helemaal niks in zijn body, man. Oh, gunpowder en sparkpowder. Ja. Kom maar mee. Sparkpowder. En ik wil de metal hebben, man. Die heb ik hard nodig. Maar ik ben alweer een dehydrate ook. En beneden hebben we nog al die vault staan, of niet? Ja. Er doet nog allemaal shit in, hè. Malscraft pistooltje, altijd welkom. Journeyman longneck, die bel. Ja, je moet echt een extra vervoersmiddel. Hier, kijk! Malscraft BP's! Oké, okay, nou. Boom. Ligt er niks van water in zijn base of zo? Oh, ik hoor... Wow! Heel veel wavernijtjes weer. Hier, water. Water ergens. Wel, berries. Zal ik die gewoon even eten voor leven? Ik krijg wel water van, toch? Van berries, of niet? Nee, ik krijg geen water van. Wat is dat van onzin? Nergens water in de base. Bro, kijk die eitjes, man. Wat zijn de... Oeh. Jawel, de dehydration is weg. Oké, okay, die is kapot. Bro, er zijn ook allemaal breeds, man. Hoge levels ook, gek. Oh, er zijn echt goede levels. UTX. Ook zeer welkom. Polly, ook zeer welkom. Oké, okay, Wim. Er komt ook nog een storm aan, volgens die... Oké, okay, bombaklat. Oké, okay, metaal, kom op. Ja! Ja, heel veel metaal, man. Precies wat ik nodig had. Dit is precies wat ik nodig had. Yes! Boah, die Argentina's, man. Nou, hier heb je dus allemaal vault staan nog. Ik weet niet of daar nog heel veel nuttige dingen in zit. Oh, het Apex drops ook. Dan heb je nog één vault, denk ik. Voor de rest kan ik het echt niet zien, man. Er staat... Oh my god, zoveel shit hier. Deze valt, wil ik nog even kijken, man. Deze valt. Bro, laat me in je valt kijken, G. What the fuck? Bro, wat is dit? Nee. Oh, doe nog niet. Ik zit helemaal lijp vasthouden. Oké, als ik deze nou gewoon claim, allemaal even weggooien gewoon. Kan ik dan misschien wel staan? Hier, wegwezen. Hier. Vang een gek, weg ermee. Oh my god, ze zitten allemaal in de vals. Daar kan ik gewoon niet openmaken. Oké, okay, hè? Eindelijk? Eindelijk. Oh! Zoveel Argentina pace, niet normaal, gek. Ja, ik neem al gewoon een boel mee. Ik heb al een boel liggen in mijn base, maar dan heb ik al meer dan genoeg weer. Thatch, ja, Thatch geloof ik ook wel, eigenlijk. Bro, dit is niet normaal, man. Staat er achter ook nog iets, of... Ja, laat ik eerst maar even dit veiligstellen weer. Oké, okay, zandstorm incoming. Zou ik alles maar gewoon even in mijn weer van gooien? Hij is ook alweer blackweighted, hè. Kut, man. Alles zit vol. Top, die zitten vol. Ja, dan ligt hier ook nog een hele val, man. Oh nee, wacht. De valt... Oh nee, wel een hele valt. God damn, ouwe. Fuck, die steen. Die steen mag gewoon droppen. Ja, misschien moet ik gewoon even tweede keer terugkomen nog. Ik kom wel even tweede keer terug, man. Uit, tot zo mijn basis. We gaan even weg. Even safe naar onze base, man. En dan komen we later nog een keer terug om misschien nog meer loot op te halen. Of nog iets waardevols liggen. En al die slakken, man. Ik ga even een Slayer Dino meenemen om al die slakken te killen daar. Het is echt ongelofelijk, man. Jezus, man, die zandstorm duurt tering lang, gek. Waar is de ingang van mijn kloof? Oké, de kloof. Snel terug naar de base, man. Als ik nou word gekilled, jongen. Oh. Yes. Oh, nou kan ik ook gewoon mijn beamer gates afmaken. Dan kan ik de boel even helemaal dichtbouwen, man. De hoeveelheid de materialen die hier lagen, dat is echt niet gezond, man. Holy shit. Ik moet even een paar vaults hebben. Even wel random vaults om shit te droppen. Even kijken. Random vaults. Kan ik die maken ergens? Zo. Als jullie nou nog geen krachtvoer hebben gekocht, dan weet ik het ook niet, mensen. Dit was het wel. Code James-YouTube.
voor 20% korting. Niet 10, maar 20% korting. Omdat Waifu-jaar is deze maand. En kom samen genieten van de krachtvoer, mensen. Enjoy. Ah, lekker, man. Heel goed, dit. Even kijken, waar heb ik plek? Nou, mooi. Een rij en vals. Helemaal goed. We gaan even een paar keer op en neer. En deze ook nog. Hoppa, ik wil helemaal Black Widow houden. Niet normaal. Twee keer Black Widow overgehuisd. En dan moeten we daar nog even een keer Black Widow ophalen bij die base. Onze FOP opruimen, want ik heb wel al die ammo nodig en al die turrets nodig voor de volgende raid. Voor de Black Roses om Rudy mee te helpen eventueel. Maar ik mis toch nog wel even een soort van wapenkluis en zo. Megalosaurus hebben we hier. Zullen we daarmee even alle fucking dingen killen, man? Alle slakken. Megalosaurus, man. Kijk eens aan wat er allemaal in de val ligt. Uit. Mensen, in de volgende aflevering gaan we even een goede rain spitten. Wat we allemaal hebben geloot. En nog even nog meer loot ophalen. Check jullie dan. Waifood, bedankt voor het sponsoren. Vanaf vandaag tot en met zondag is er dus 20% korting met code James-YouTube. Dus check het even uit. Maak er gebruik van. Peace.